Deze beschouwing, die gaat over jaloezie. Het is al een tijdje dat ik hierover denk om er een uitzending over te maken. En vandaag vind ik het moment. Het is een zaterdag, ik ben lekker naar de markt geweest. Ik ga morgen soep maken voor mijn kind. En ik kom maandag eten. Dan kan die soep lekker uh, zondagnacht uh, uh, ja, door en dingen ze. Ja, niet op het vuur of zo, hè, maar dat hij even lekker intrekt of wat is dat. is ja. die maandag extra lekker. En als zij dan komt, hoef ik alleen die soep maar even warm te maken. En Dan eten we een soepje. En dan gaat ze weer haars wegs. En zie ik er weer even. Dat is leuk. Anyway, uh, jaloezie, daar ga ik het over hebben. Uh, ik heb er lekker een kopje thee bij. Als ik jou was, zou ik dat ook doen. Het gaat denk ik, nou, dat duurt meestal een uurtje, zo'n beschouwing. Uh, lekker rustig, er wordt geen moeilijk onderwerp. Het wordt heel traditioneel en heel klassiek. Daar kom je wel achter als je hier naar luistert. En voordat ik van wal steek, uh, een korte vraag van... Ah, wil je een like doen, alsjeblieft? Even reclame maken. Hè? Ja, of dat je reclame maakt voor mijn kanaal, bij een ander. Hè? je share doet op Twitter of Facebook. Of YouTube zelf, kan ook. Of via de e-mail. Dat je denkt, van, oh, dit is wel leuk, want ik ken iemand die is al heel erg jaloers geweest... En dan stuur ik hem even een linkje van deze over jaloezie. Zou ik leuk vinden. En jaloezie. Vanaf het moment dat ik mij bezig ging houden met relaties. En met vrouwen was dat dan altijd alleen maar. Dan. Um werd mij duidelijk gemaakt door mijn omgeving dat uh, als je jaloers was als partner dan was je ouderwets uh, dan was je stug dan was je niet uh, leuk nee echt modern was het dat je je partner de ultieme vrijheid zou geven en dan zou jij die ook kunnen krijgen als man dan, hè. Ik, ik dan hè, voor mij dus Nou, van dat hele verhaal uh, deugt helemaal niks. Daar ga ik het over hebben. En er stonden dan artikelen in de krant en in de damesbladen en allemaal ideeën over hoe ongelooflijk leuk het is als je partner maar niet jaloers is. Want heb je een jaloerse partner nou, dan ben jij de bok. Want dan mag je helemaal geen dingen doen, want anders kan die ander jaloers worden. Dus als je een partner hebt met gevoelens van jaloezie, dan is dat voor jou een beperking. En een ander zou jou niet mogen beperken, dus is jaloezie geen goede positieve emotie. Zo zat het in elkaar. Nou, ja, dan pakken we hem even op bij het begin. Even beschouwd vanuit de mannelijke kant. Kijk, een man, wanneer die benaderd wordt door een vrouw. en die vrouw geeft te kennen dat ze best geïnteresseerd is in seks. Huh? voor een keertje. Ja. Dan gaan bij een man gelijk. Uh, net als eerst bij de eerste beste herdershond. Uh, de oortjes omhoog staan. Daar heeft een man in de regel wel oren naar. Niet alle mannen, maar. mannen staan daar meer open voor. dan vrouwen. En dat komt omdat seks dat kan leiden tot een zwangerschap. En een vrouw is niet zo geïnteresseerd in zwanger te worden van een man die ze niet goed kent. Ook al spreek je af dat je met condoom gaat of ik weet het wel allemaal meer. Maar in je, in je karma, zeg maar, in je lichaam zit dat niet ingeprogrammeerd. Vrouwen zijn daar niet zo makkelijk. Niet, niet zo happig op. Want je zou er eens zwanger van kunnen worden. En dan van zo'n man. En dan heb je seks gehad. En zo'n man gaat weer lekker terug naar zijn eigen vrouw. Of whatever. En jij zit met een buik met benen. Dat is niet handig. Terwijl een man. Die heeft dan seks met een vrouw en die vrouw die gaat daarna weer terug naar de wettige echtgenoot. Ja, en of die vrouw daar zwanger van is geworden of niet, dat zal die man geen biet interesseren. Hij draait toch niet op voor de consequenties. Dus een man is er veel makkelijker in dan een vrouw. En dat geldt in de regel voor heel veel van dat soort dingen. Dus niet alleen qua seks, maar ook qua andere dingen. Dus wanneer je afspreekt tot het hebben van een open relatie, of dat nou tot en met seks aan toe gaat of niet, maar dat er een openheid in zit, dan zal het de vrouw zijn die daar het makkelijkste uh, wat van kan maken. Een man uh, kan wel denken van... nou, uh, ik heb een open relatie... en vanavond ga ik even heel open doen met... Uh, ja, met wie dan? Als ik... Uh, neem zoiets als naar het café gaan. Het café is een... geëigende plek om... andere mensen te ontmoeten. Huh? Maar stel je dan gaat er naar het café... met als idee van... nou, even kijken wie er allemaal is en... Uh, nou, dan ga ik lekker open doen en uh, ja, wie weet wat er van komt. Ja, als man in het café, uh, kijk, in een café is van de cafébezoekers meer dan de helft is man. En die zijn niet allemaal op zoek naar een avontuur met een vrouw, maar meer dan de helft is man. En die vrouwen die daar komen, en dat is dus minder dan de helft, die zijn ook niet allemaal op zoek naar een avontuur. En die vrouwen die dat wel zijn, uh, ja, die hebben er ook zo in te pakken, hè? want mannen vinden dat geweldig. Dus ik... En de moeder van mijn kind die deed dat, hè. die ging dus naar uh, horeca-aangelegenheden toe en uh, ging er dus heel erg ja, open staan. voor contact met andere mannen. En ze zei tegen mij: Want dan doe jij dat toch ook, maak het maar.' Nou uit. Nou ja, punt 1, ik uh, wilde dat helemaal niet. En punt twee, al zou ik het wel gewild hebben, uh, ja, in Café de Wacht waar ik dan veel kwam en in de streetcafé, ja, oeh, als je de lesbiennes eraf trekt, dan is 1 op de tien is vrouw. In de zin van, er zijn wel meer vrouwen, maar er zitten lesbos tussen en die hebben helemaal geen zin in jou als man. Terwijl ga je als vrouw naar zo'n café de wacht toe. Ja, dan komt er gelijk een man naast je zitten en die zegt: Oh, ik heb je ook nog niet eerder gezien hier, zeg? Wil je wat drinken? Ik moet zeggen, ik heb het één keer meegemaakt dat ik een vrouw had ontmoet en ik heeft meegekletst en. En die maakte toen avances. Dus in de zin van, uh, nou, het lijkt me eigenlijk wel leuk om. Uh, hè? En dan gaan we seks hebben. Dat is me één keer gebeurd. In al die jaren dat ik naar het café ging. En ik vroeg er helemaal niet om. Ik was er niet naar op zoek. En ik heb tegen die vrouw. Ja, toen ik dat eens dus een beetje merkte. Niet met zoveel woorden heeft ze dat gezegd. Maar daar stuurde ze het echt op aan. Heb ik gezegd, van, nou, even het ik wel leuk met je. Maar. Uh, yeah. Ik doe dat niet. Waarmee ik maar wil zeggen is dat, dat is een ander punt: waarom zou je dat willen? Het is eigenlijk heel kinderachtig als je een relatie hebt, om dan in het café iemand op te pikken en daar wat mee te gaan doen. Je bent er allebei volwassen. En ben je een volwassen mens, dan, dan besef je ook dat het contact of de omgang met een ander. Ja, daar komt zoveel bij kijken. En dan besef je ook te degen dat als je elkaar net pas hebt ontmoet en je gaat dan al forse stappen zetten, dat je dan dingen gaat doen die niet. Passen bij die oppervlakkigheid van dat contact. Een volwassen mens snapt dat. Ik snap dat. En ik doe dat dus niet. No way. En die vrouw in kwestie die dat aan mij voorstelde, zo, dat, dat, dat ging allemaal verder goed. We hebben toch nog een leuke avond gehad. En, en ja, ik ben naar mijn eigen huis gegaan, en zij is naar haar eigen huis gegaan. En ik, ik spreek haar nog wel eens. Op Facebook zijn we vrienden. En inmiddels zou het kunnen, omdat ik gescheiden ben, en dat was ik toen niet. Inmiddels zou het kunnen. En dat is nooit meer gebeurd. En dat hoeft van mij ook helemaal niet. Ik ben nu 60, nu helemaal, nu ik 60 ben. Uh, ik denk van ja. Nou, nog een relatie aangaan met een vrouw. Maar stel, ik zou dat doen. Want er zijn vrouwen in mijn omgeving waar ik heus dingen mee samen doe. Het laatst werd ik gebeld door een vrouw en die zou even naar Arnhem komen. En dan zei ze, nou heb je dan zin om ook naar de stad te komen? En Dan gaan we, ja, ze zal haar kinderen meenemen. En, en dan gaan we la doen en een beetje kletsen. En, en dan ga ik weer terug naar Amsterdam. En dus, ja, toen heb ik ook gezegd tegen die vrouw, nou dat is leuk, dat gaan we doen. En dan ben ik er ook. Dat is dan een kennis of een vriend. En die heeft ook andere kennissen en andere vrienden. En er zitten vrouwen tussen, mannen tussen, dan moet zij lekker weten. Een jaloezie bij haar, dat zou niet kunnen spelen, want we hebben helemaal geen vaste afspraak. Het gaat erom of je dus een vaste afspraak hebt met iemand. Als zij zij belde toen op en zei ze: Nou, ik ben dan en dan in Arnhem en kan jij ja, dan ook. Nou, en ik kon. Nou, dan ben ik er ook. En het had ook zo kunnen zijn dat ik niet kon. En dan had ik dat ook tegen haar gezegd: van, Ja, sorry, maar ik kan niet. En dan had zij daar genoegen mee moeten nemen. Was ze daarentegen mijn uh, vaste. Vriendin geweest, partner, dinges. En dan komt ze met zo'n idee. dan probeer ik dan mijn tijd daarvoor vrij te maken. Van oh, eigenlijk kan ik niets, maar. ja, goed, het gaat om jou. en dan verzet ik wel dat andere. Snap je? Je hebt wat over voor een ander, want dat is je vaste partner. En nog zo'n vaste partner. In mijn leven. ja, Ik sluit het niet uit. En ik uh, stel me dan voor dat ik de enige man ben in haar leven. Ja, zij is voor mij dan de enige vrouw. Even terug naar het voorbeeld van die vriendin die dan even belde: zei van nou, ik ben dan, dan in Arnhem en heb je ook zin. Als ik toen zo'n partner had gehad, dan had ik gezegd tegen haar uit Amsterdam. ze? Had ik gezegd van het nou ja, is op zich best. Ik kan wel, maar ik moet even vragen aan uh, hoe ze maar heet, aan mijn rijke, of ze ook zin heeft. Want die zal het ook wel leuk vinden om even het centrum in te gaan en een hapje te eten en wat te drinken en een beetje te kletsen. En dan gaat mijn partner gaat mee, als ze daar zin in heeft. Ja. Huh? Je houdt rekening uh, met die ander, want dat is je partner. En die partner moet dat ook doen met jou. Erg belangrijk. Uh, niet hanky panky. En gaat een partner dat dan toch doen? Ja, dan krijg je gevoelens van jaloezie. En als jouw partner dat niet respecteert, dan heb je de verkeerde partner. Dan moet je kappen met die handel. Dan moet je je verlies nemen en dan maar uh, eenzaam door het leven. In eerste instantie, en misschien dat je dan iemand anders tegenkomt die wel respect heeft voor jou. En jouw jaloerse gevoelens. En dat dan zomaar uh, zien. Hè? Maar iemand die dat niet heeft. en die tegen jou zegt: van ja, maar jij bent jaloers. Het is alleen maar omdat je bezitterig bent. en uh, je moet me vrijlaten. en ik doe gewoon lekker wat ik zelf zin in heb. en jij trekt dat niet. Ja. dan trek jij dat niet, klaar. Daar dan wendt zo iemand aan. of niet. nou, dan is de relatie voorbij. Ik geef je dit ter overweging, hoor. Erg belangrijk. Dat je dit snapt. Want het idee dat, dat je zoiets zou kunnen accepteren. Hè, dat een ander dingen gaat doen. die jij niet op prijs stelt. met een andere man in dit geval dan, hè, vanuit man gezien. Of dat je als vrouw bent en je man gaat andere dingen doen waar jij niet op zit te wachten. Komt minder vaak voor, dacht ik, maar het huh? kan natuurlijk wel. Ja, en dan krijg je gevoelens van jaloezie. En jij als jaloerse persoon schuift die gevoelens niet opzij. Het zijn jouw gevoelens. En heb jij een partner die daar dus geen respect voor heeft voor die gevoelens van jou? Nou, dan weet je dat. En dat is het einde van de relatie. En als je dan al samenwoont en stappen hebt gezet en dat soort toestanden, ja, dat is heel vervelend. En het is maar te hopen dat er nog geen kinderen bij betrokken zijn. Want je moet de vrouwen de kost geven. die een man zoiets aandoen. die hun man zoiets aandoen. terwijl er al kinderen zijn. Ze doen het hoor. Er zijn vrouwen die doen dat En dan. Uh, ho ho jongen, dan wordt het lastig voor jou. Ik kan daarvan meespreken. Dus overtuig je goed van. Van jouw partner, voordat je daar verder mee gaat. Wat voor iemand is dat? In het begin is altijd alles uh, roze geur en manenschijn. Maar hoe is het na zeven jaar? En als dan blijkt dat je partner dan zo eentje is die na zeven jaar zegt van ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en uh, we gaan lekker uh, een beetje combineren, dan is dat een ramp. En het zijn niet alleen vrouwen hoor die je zoiets flikken, dat kunnen ook mannen zijn, maar als er kinderen bij betrokken zijn, dan doen mannen dat in de regel niet, want dan raken ze het contact met de kinderen kwijt. Dan, dat risico lopen ze niet. Dat willen ze niet lopen. Ze kennen de drama's uit hun omgeving. Een man die vreemd gaat, die, uh, ja, die, die ziet zijn kinderen niet meer in de regel. En niemand heeft medelijden met zo'n man. Terwijl als een vrouw vreemd gaat, dan ziet vaak de vader of zijn kinderen ook niet meer. En dan heb je misschien medelijden vanuit je omgeving. Maar ik bijvoorbeeld niet. He, dus in mijn geval werd er ook naar mij gekeken. van ja, je vrouw ging vreemd. Ja, dat, dat is het recht van de vrouw of zo. En dan zit je ook zonder contact met je kinderen. Ja, en dan gaat de jaloersie gaat het zwaar meespelen als je dus kinderen hebt met een vrouw en die vrouw die gaat met een andere leuke dingen doen en niet met jou. Het heel zwaar meetellen. Dat kan je helemaal van binnenuit, kan het je opvreten. Dat is hard hoor. Als je een gevoelig mens bent, en dat neem ik aan dat je dat bent. Zo hoort een mens namelijk te zijn. Heel treffend in het Exodus 20, de tien geboden van Mozes. Daarin staat, ik ben een jaloerse god... En dat zegt God dan van zichzelf. Dus, eh, god pikt het niet dat je andere goden, eh, dat je daar achteraan loopt. Al is het maar af en toe. Hij wil de enige god zijn. Ja, precies zo is het voor jou ook naar je partner. Jij bent er voor je partner door dik en dun. En ja, daar dient je partner het mee te doen. Goed nadenken voordat je die stap zet. En heb je die stap dan gezet, ja, dan is het uh, ja, niet meer terug. En al het andere is bijzonder uh, onvergevelijk. Ja, de moeder van mijn kind die me dat geflikt heeft, die. Maar ik ben daar niet meer boos op of zo. En. De manier waarop ik naar haar kijk. en de persoon die zij in mijn ogen is. die is voor altijd veranderd. Ja, toen dacht ik. toen ik haar leerde kennen. vond ik haar een. Ja, een kwetsbare, een beetje hulpeloze iemand. En die had al mijn sympathie. Die kon bij mij echt. Ja, die kon een potje breken bij mij. Daar had ik alles voor over. Nu niet meer. En dat, dat oude gevoel van toen dat komt niet meer terug. Ik heb haar leren kennen van een hele andere kant. Ik denk, ja, jij hebt de boel besodemieter. En daar ben ik niet meer boos over. Dat moet ze lekker zelf weten. Maar ik weet nu dat het iemand is en die besodemietert andere mensen. Nou dan, dan ben je daar klaar mee. Zo iemand wil je nooit meer wat. Ik heb haar ook al heel lang niet meer gezien. Ik denk vier jaar of zo. Nou nee, iets, iets korter. was bij de diploma uitreiking van ons kind. Een HAVO-diploma. Ik heb er geen hand geschud. Ik heb er ook niet in de ogen gekeken. Oh, wacht. Ik, uh, ik heb er van dit jaar heb ik er nog even gezien: bij een soort uitvaartplechtigheid. Nou, dan bewegen we om elkaar heen. Ik was daar als eerste en het was een goede vriend van mij die overleden was. En zij komt niet naar mij toe om mij te condoleren. Wat ik uitermate onbeschoft vind. Maar zo is zij. Het is een heel onbeschoft, onbeleefd iemand. Iemand waarin ik me heel erg vergist heb. En toen kwam er nog een moeilijk punt. En dat was naar mijn dochter toe. Is dat. Uh, die moeder. Die, die is de hele tijd hoor. Was dat bij dat huwelijk al. En mee bezig om de relatie tussen mij en mijn kind. om die te frustreren. Om te saboteren. En om daar dan een andere. Hulp Sinterklaas uh, naar binnen te rijden. Dus als ze een gelegenheid kregen, dan, 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 ja, dan werd ik buitenspel gezet. Want uh, Joris zou wel even komen om het een en ander te gaan doen voor mijn kind. Dat was al tijdens het huwelijk. Daar moest ik uh, behoorlijk voor strijden. En, en, en maar, ja, dat, dat werden we verder discussies. Dat ik zei: nee, ik ben de vader van eh, ons kind. En dat soort dingen, dat doet de vader en niet Joris. En die strijd die won ik dan weliswaar een aantal keer, maar niet altijd, hè. Want er kwam die scheiding. Oh. Dus ik weet nog dat mijn dochter, die, die vroeg aan mij iets van. Pap, ik wil graag dat en dat. En dat ik tegen haar zei: van ja, je hebt net afgelopen december dat en dat gehad. Ik vind het nou even mooi geweest. En het mag wel wat je wil en ik snap wel dat je dat wil. En uh, eh, we maken eerst het schooljaar af en, eh, in de zomervakantie. Dan uh, nou, ga er maar vanuit dat het in de zomervakantie voor mekaar komt. Duurde twee weken. Had die moeder het geregeld via Joris. Ik zeg maar even Joris, hij heet geen Joris. Maar via zo'n hulp Sinterklaas. Ja, die deden wel even. Ja, dan krijg ik gevoelens van jaloezie, hè? Want iemand zit dan in mijn vaarwater en het is mijn kind en niet zijn kind. Ja, dat is heel gemeen van vrouwen wat ze doen, hoor. Ja. En het is haar karma. Ja. Van die moeder dan. Hè? En je kan denken van, ja, het maakt niet uit wat een mens doet uh, bij leven, want we gaan allemaal dood en dan is het voorbij. En ze, uh, het maakt allemaal niet uit. Dat kan je denken. Uh, dat is niet helemaal logisch dat het ook echt zo is. Het enige wat je er tegenin kan brengen is dat, uh, dat je dan van mij kan zeggen van ja, maar Perry als jij denkt uh, dat het wel uitmaakt hoe je geleefd hebt en uh, hoe dan het afscheid is van het leven op basis van wat je hebt gedaan. Ja, daar heb jij geen bewijzen voor, Perry, want iedereen die doodgaat, ja, die komt niet nog even terug uh, om te vertellen hoe uh, de afrekening heeft plaatsgevonden. Nou, dat klopt. En ik ga dan weer zeggen van ja, ervan uitgaan dat er geen afrekening plaatsvindt. Daar heb jij geen enkel bewijs voor. En het is niet zo logisch. <laughs> het meest logische is, is dat er een vorm van afrekening plaatsvindt. Want moraliteit, dat is niet cultuurgebonden. Moraliteit, dat zit in onze aanwezigheid. Het feit dat je kan nadenken, het feit dat je iets kan beminnen, dat je iets aandacht kan geven. Dat feit alleen al houdt in dat er in jou zoiets is als moraliteit. Ik ken iemand, daar heb ik een relatie mee gehad. Een vrouw. En die zei. Ja, iemand die geeft om een ander. dat is uh, eigenbelang. Dat is een hele pikante opmerking. Dat is inderdaad eigenbelang. In die zin dat zo iemand er rekening mee houdt. dat als hij zo dadelijk de pijp uitgaat. dat hij op een plezierige manier de pijp uitgaat. Maar het wil niet zeggen dat al hetgene wat je over hebt voor een ander, dat dat het eigen belang is en dus dat iedereen die wat voor een ander doet, dat dat in feite een egoïst is, net zo goed als iemand die daadwerkelijk egoïst is. Want zo zitten we niet in elkaar. Dat heb ik nooit tegen haar kunnen uitleggen, nooit tegen haar kunnen zeggen. Want ze kwam op een dag thuis en ze zei. Uh... Ik uh, ga voortaan door met uh, Nico. En na tien jaar tijd liet ze mij met uh, de gebakken peren zitten. Of met lege handen zitten, zo moet ik zeggen. Tien jaar tijd geïnvesteerd in iemand en dan is het poef. Uh. En ik was bijzonder jaloers, dat uh, kan ik je wel vertellen. Op dat moment hè, dat je dan hoort dat je plaats moet maken voor een ander, en die krijgt dan jouw mooie vriendin. Ja. Terwijl je tien jaar lang met iemand uh, alles in de familie hebt gedaan: verjaardagen, en, bruiloften, en begrafenissen, en katholieke feestdagen. Zeg het maar ja dingen die je niet echt doet voor je lol, maar die doe je voor je relatie. Dat is een offer dat je brengt. En dan krijg je zoiets. Haha, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Nee, wachtelijk. En ik ben blij dat ik die gevoelens van jaloezie, uh, want alles slijt, ook die gevoelens natuurlijk. Uh, die heb ik helemaal niet meer. En de moeder van mijn kind, die heeft nou een nieuwe vriend al sinds een paar jaar hoor. En die doet dan allemaal dingen voor mijn kind en dan, ja, dat, dat knaagt af en toe nog een beetje. Maar ook dat ik denk van, ah, waar maak ik me druk over? Laat maar gaan hoor. Maar voor jou, als uh, dus je dus die, die jaloezie-dingen hebt. Uh, uh, neem nou maar aan van mij dat dat gezonde, normale gevoelens zijn. En als je partner dat uh, bezitterig gedrag vindt of zo. Nou, dan moet je uit gaan kijken naar een andere partner. Punt. En ben je dus de bok, in die zin dat er ook kinderen bij betrokken zijn? Ja, dan is het verschrikkelijk. Dan heb ik echt met je te doen. En dan kan het een hele lange en hele pijnlijke weg worden om ja, zo ver te komen als dat ik gekomen ben. In die zin dat ik nu kan zeggen: van nou, ja, het is gebeurd. En ik heb geaccepteerd dat er misbruik is gemaakt van mij. En dat had ik niet moeten laten plaatsvinden en dat had ik allemaal niet kunnen weten. Iemand die van plan is om de boel te gaan besodemieteren, die gaat dat niet van tevoren aankondigen. Die mensen die opereren in het verborgenen. He, van alles gebeurt er achter je rug om. He, ze spelen toneel. En als je die vrouw zou vragen, he, de moeder van mijn kind, als je die op de man zou vragen: van, heb jij uh, peribesode Dan zal ze zeggen: Nee, nee, hij. Hij heeft dit en hij heeft dat. In. Ja, nee, nee, dat was hij. Ja. Maar ik heb haar niet persoonlijk En zij mij wel. Dus mijn dochter was vijf, en toen ging ze vreemd. En toen had ik nog niet het lef om. Uh, om de relatie te beëindigen. Uh heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik was altijd bang om het contact tussen mij en mijn dochter... heel erg te beschadigen door zelf zo'n stap te zetten. Dus dan blijf je maar volhouden. En daar wordt dan ook weer gebruik van gemaakt. Dat is heel vervelend, hoor. Dus het enige wat je dan kan zeggen van mijn situatie is... Uh, dan, ja, jongen, waarom ben je... Ja, waarom heb je die vrouw zo gemakkelijk vertrouwd? Hè? Waarom ben je niet achterdochtiger geweest? Ja, ah, heb je een punt. Maar achterdochtig door het leven gaan. Ach, dat, hè? dat kan je ook niet echt hebben. Ik zou dat jezelf niet aandoen. Maar kloppen er bepaalde dingen niet? Hè? Achteraf heb ik wel signalen genegeerd. Of laat ik het zo zeggen: ik had niet in de gaten dat dat de signalen waren. En signalen zijn uh, afspraken niet nakomen. En dan niet echt excuses aanbieden, maar meer zo van ja, nou ja, ik was het vergeten of zo. Dat is een hele vervelende. En een grote mond. Afbekken. En, zo. en dan als het dan gebeurd is om dan de dagen daarna poeslief te gaan doen. Het heet uh, dus aantrekken en dan weer afduwen. Van je afduwen. Dus dan weer aantrekken. Poes, poes, poes lief doen en dan denk je oh alles is weer goed en dan bam dan krijg je weer met een met een mokerslag een hele vervelende opmerking over je heen als iemand dat doet dan kan ik kappen een grote mond gewoon kappen een partner met een grote mond dat wordt nooit wat ook niet als het een vrouw is ja dat zijn van die tips die ik hier kan geven of je daarmee redt, dat weet ik niet. Dat is interessant voor jezelf om te ontdekken. Of je... of je het gaat lukken om een goede partner te vinden. Een partner waarbij je niet die jaloerse gevoelens krijgt. Want uiteindelijk in het leven is toch het vinden van een partner en het krijgen van een gezin, of het stichten van een gezin. Ah, dat is toch wel het aller, allerleukste wat er is, hoor. Een carrière is ook leuk, maar. Niet zo leuk als zorgen voor een kind. Dat is wat ik je kan vertellen. Nou, en uh, deze beschouwing over jaloezie is wat korter geworden dan ik dacht. We zitten nu bijna op drie kwartier. <laughs> en ik zeg op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus en dag lieverds.